Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 14 april. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb mijn lippen die passen bij de nagellakkleur, althans. Het is dezelfde kleur, zeg maar. Oh. Maar je ziet wel dat deze nagels wat donkerder zijn als de lipkleur, maar ik vond het wel leuk. Vandaag op de planning ga ik de woonkamer doen, maar ik ga jullie erbij zetten als ik deze tafel, de eettafel, ga invrijven. Want ik heb, als je mijn vorige weekvlog hebt gezien, heb je kunnen zien dat ik pledge heb gekocht. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat bevallen en hoe dat gaat zijn. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus dat is eigenlijk de planning. Daarna ga ik dan nog even bullet journalen. Maar daar wil ik jullie dan even bij zetten. Want die schoonmaak die kennen we inmiddels wel. Dus dat lijkt me wel even leuk. Want ik ben zelf ook erg benieuwd naar het resultaat. Ik heb het idee dat ik vroeger wel zo'n soort olie heb gebruikt toen ik nog thuis woonde. Toen deed ik nog wel eens wat schoonmaaktaakjes. En volgens mij heb ik toen wel eens een soort olie gebruikt. En later toen ik zeg maar niet meer... toen ik nog niet alleen woonde, toen had ik wel eens een soort... spray, dat was ook een soort pledge. Het was nog van het eigen merk van de Action. Maar toen had ik ook ander soort meubelen. En dat werkt bij deze meubelen niet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar die olie. Dus dat is de planning. De persconferentie gisteravond was eigenlijk gewoon heel saai. Het was niet echt interessant. Het enige wat er gaat gebeuren is dat, geloof ik, de opvang weer open mag voor kinderen. Maar dat is het ook. En ze gaan nu gewoon per week bekijken. Ik heb ook geen idee wanneer er nou weer een persconferentie is. Maar het was ook niet echt noemenswaardig. Dus, ach, was natuurlijk ook al bekend. Want ja, het wordt elke keer al bekend gemaakt. Dus soms vraag ik me ook wel eens af, ja, waarom kijk ik eigenlijk nog? Maar ja, toch doe ik het. Verder heb ik, wilde ik Verslaafd gaan kijken. Ik heb het wel aangezet, maar dat was helaas een herhaling. Dus dat vond ik wel jammer. Deze stond me ook nog vrij vers bij. Dus het was ook niet echt dat ik zei van, nou, ik ken deze nog niet. Dus dat was wel jammer. Daarna heb ik Bo in Floradorp gekeken. Dat vond ik wel weer heel erg mooi. En het, ze zijn begonnen in 2019 met filmen en nu zijn ze in 2021... En er was op een gegeven moment, er is ook een wat ouder vrouwtje die had boodschapjes nodig. En ze zijn wel heel behulpzaam daar allemaal, maar Bo die kwam er langs. Ja, heb je nog boodschappen nodig? Ja, ik heb net een lijstje gemaakt. Ze ging het lijstje halen en ze kwam met een briefje van 50 kwam ze aan. Dus ze gaf dat briefje en dat geld. En dat geld gaf Bo weer terug. Ja, maar jongen, je hebt toch geld? Je moet toch betalen, zegt ze. Ja, ik ga niet met jouw geld betalen, zegt Bo. Dus Bo betaalt dan die boodschappen. En ik weet niet of dit echt van zijn privérekening afgaat of dat dit door het programma wordt gedaan. Maar nou ja, hij wilde dat geld in ieder geval niet aannemen. Ook niet toen hij de boodschappen had teruggebracht, wilde hij het geld ook niet. Ik vind het echt een hele mooie serie. Ik heb mijn vlog al af. Ik heb de foto's nog niet helemaal af, want de vlog was... ja, toch nog wel wat langer werk. De foto's waren een beetje veel werk. Dus dat heb ik niet meer gered. En daarna ben ik de bridge gaan kijken. En hart tegen hart. Dus ja, wat dat betreft een geslaagd avondje. Ik ga nu even sop maken. En dan ga ik hier eventjes de woonkamer lekker doen. En dan zet ik jullie er dus eventjes bij als ik die tafel ga doen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus tijd om wat te gaan doen. Zo, ik ben inmiddels aan de pledge toe. Ik ga er even bij zitten. Dus ik heb deze pledge en de bedoeling is dat ik dit op een doek aanbreng. Het met ronddraaiende bewegingen op mijn tafel aanbreng. En daarna met een droge doek ga opwrijven. Dus dat gaan we nu maar even doen. Ik ben heel erg benieuwd. Dus ja, tijd om dit te proberen.
goed kijkt, zie je dat de tafel nu een glanslaagje heeft. Ik vind het wel heel erg mooi geworden. Ik ben er wel heel blij mee. Het ging ook eigenlijk heel erg makkelijk. Dus ja, ik vind het resultaat wel heel erg top. Dus ik ben er blij mee. Ik had een van jullie laatst beloofd om even een soort van flip-through door mijn bullet journal te maken. Omdat ze wel benieuwd was wat ik deed. Ik heb hier mijn mus. En mijn mus is eigenlijk voor de leuke uitjes. Nou, die heb ik momenteel niet. Hier zitten wat losse blaadjes die hier nog ingeplakt moeten worden. Ik maak dus altijd een verhaaltje in de... zeg maar op een blaadje. En die plak ik er dan in. Ik zal even een beetje naar het recente gaan. Ik loop heel erg achter. Ik heb hier bijvoorbeeld iets van Giethoorn. Hier moet dan nog eventjes een datum bij. Dus ik schrijf alles op een blaadje. Dan plak ik hier nog een gekleurd blaadje in die ik door mijn craftmachine haal. En daar plak ik dus vaak plaatjes in of ik teken wat. Ik heb hier bijvoorbeeld dat ik op bezoek ging bij Lente. Nou, zo doe ik dat dan. Hier plaats ik normaal een quote. Dan heb ik hier, zeg maar, maak ik een voorkant voor de nieuwe maand. Ik kan eventjes kijken waar ik wel een quote heb zitten. Ik loop heel erg achter. Waar heb ik een quote? Kijk hoor. Ook niet. Hier heb ik bijvoorbeeld een quote, die teken ik dan ook helemaal zelf. Wel geïnspireerd op Pinterest, want ik weet het uit mezelf nooit zo goed, maar ik heb het dus wel zelf getekend. En dan hier komt dan zeg maar die nieuwe voorkant. Dus dat is wat ik in mijn mus doe. Dit zijn dus vooral de uitjes. Nou ja, die kan ik bijwerken, want die hebben we nu niet. Deze kan eventjes hierbij. En hier heb ik dan de bullet journal die ik gebruik voor mijn blog en YouTube. Nou, hier is eigenlijk precies hetzelfde. Ik wil hier dus nog allemaal blaadjes plakken. Die heb ik gemaakt op mijn computer. Dus zodra ik inkt, wil ik die gaan printen. Dan komt er hier dus een quote. En vaak doe ik dat ook met een beetje washi tape. En dan komt hier de voorkant. Dit is februari bijvoorbeeld. Nou, dan heb ik dit. Dit is maart. Dan heb ik hier ook weer een quote. En dan schrijf ik hier, zeg maar, hier komt dan nog de datums. Die moet ik nog maken. En dan hier zijn de favorieten en de likes en de dislikes eigenlijk. Hier schrijf ik alle video's op, de vlogs die ik heb gemaakt. Hier komen dan de video's. Hier komen dan de statistieken van mijn blog en YouTube. En ik schrijf ook mijn gelezen boeken op. En dan komt hier alweer een nieuwe pagina voor. Deze is voor april. Dus hier ben ik nu nog mee bezig. En hier moet dan nog een quote. Dus dat is een beetje wat ik doe in mijn bullet journal. Dus ik hoop dat je een beetje een idee hebt gekregen. Mocht je nog vragen hebben, mag je ze altijd even stellen. Maar dit is dus ongeveer wat ik doe in mijn bullet journal. Dus ja, dan heb ik dat ook even laten zien. Zo, inmiddels weer opgeruimd. Wel lekker weer een schone woonkamer. Ja, je ziet toch altijd al heel snel bij mij weer haartjes liggen. Maar goed, dat heb je met dieren. Ik heb in ieder geval lekker gedweld. Even een schone handdoek en theedoek opgehangen. Ook even een schoon doekje bij de keuken neergelegd. Dus wat dat betreft allemaal wel weer lekker. Ik heb het nu wel even heel erg koud. Even zo'n koude rilling. Dus ja, dat is eigenlijk allemaal wel weer fijn. Ik wil er even van genieten. Ik heb nog even de spray laten staan voor de... apparaten, dus dan kan ik vanavond nog even de laptop en het tablet en telefoon even doen en dan is dat ook wel weer goed. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Morgen is het boodschappendag, dus dan moet ik pas laat, ik moet pas 4:15, dus nou, dat zie ik morgen wel weer ook daarvoor nog even kan gaan doen. Ja, vanavond, je hebt wel Chantal's Beauty Camper, dat ga ik kijken. En daarna weet ik het eigenlijk nog niet, want ik heb ook eigenlijk niks bestaan wat ik kan kijken. Dus ik ga wel even iets opzoeken om te kijken. Ik heb nog wel iets met dwang opgenomen. Dat kan ik eventueel nog wat terugkijken. Dat was gisteravond op Nederland 3, dus dat leek me nog wel mooi. Ik wil wel even een film opnemen en oogappels, want dan kan ik dat vanavond lekker terugkijken. En dan kan ik die film eventueel zaterdagavond terugkijken. Ik kan wel even kijken welke film dat is. Die komt. Ik weet helemaal niet of het leuk is hoor. Goed, dat moet je toch zelf achterkomen. Ja, er waren 3 dagen films op RTL 8. Maar dat zijn van die zenders.
waar ik eigenlijk nooit op kijk. RTL 8. Ja. Dan heb je Weg van jou. Nou, die lijkt me wel leuk. Die ga ik dan even opnemen. Ik moet even kijken of die nog op Videoland staat. Maar ga ik niet direct van uit. Dus die ga ik dan even opnemen. Dan kan ik die van het weekend even lekker kijken. Verder moet ik even de foto's nog verder afmaken en mijn artikel schrijven. De vlog eventjes inplannen en nog even een thumbnailtje maken. En daarna ga ik weer verder met de bridge. En dan heb ik vanavond dus lekker oogappels. Dus op zich gewoon een lekker avondje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik heb verder niks meer te melden. Ik kreeg nog wel een melding binnen van nu. En daar stond bij dat... dat de landen die het Janssen-vaccin hebben gekregen om die niet te gebruiken. Dus ja, dat was het enige wat ik nog binnenkreeg. Dus ik weet verder ook niet. Dus dat moeten we even afwachten. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is alweer 15 april en ik ben klaargemaakt. En ik heb weer een keer een tang door mijn haar gehaald. Volgens mij zie je het niet echt. Ik kan wel even de tang pakken. Ik wil even een paar tangen verleggen, want die hangen niet echt lekker aan mijn rekje. Maar ik had zeg maar... deze tang gebruikt. Maar het is gewoon niet fantastisch met mijn haar. Mijn haar is gewoon te zwaar. Ik had net even Nathalie gebeld. Want we waren even aan het overleggen. Want bij mijn moeder hebben ze alle Jumbo Minis konden ze ophalen. Alleen bij hun hebben ze er dus twee niet. Ze ontbreekt de panter en de olifant. En die is dus ook niet meer op te halen bij hun. Nou lagen die er bij mij vorige week nog wel heel veel. Ik heb nog één kaart als het goed is. Daar mist nog één zegeltje. Dus ik ga even kijken of mijn coach nog zegels heeft. Mijn vader heeft nog zegels naar me opgestuurd. En hun hadden ook nog kaarten vol. Die krijg ik dan weer. Want dan hebben we hier ook wat meer beestjes om te spelen voor Lente. Dus ik had even met Nathalie gebeld. En ik hoorde Lente al op de achtergrond. Dat was heel schattig. En nou ook even over kleding gehad. Als ik een keer bijvoorbeeld wat leuks voor Lente zie... om te geven. Ik weet nooit wat voor maatje zij heeft, maar nu ben ik daar ongeveer een beetje achter. Maar het verschilt ook heel erg qua bij wie je de kleding hebt gekocht. Want ze heeft een egelshirtje, die is eigenlijk van 0 tot 3 maanden. Ze is nu bijna 9 maanden en die past nog. Dus weet je, het zegt niet zo heel erg veel. Maar goed, dat is wel even gezellig. En we houden nu elkaar even op de hoogte met de beestjes. Want ik dacht dat zij misschien vandaag naar Lidl toe ging, maar dat ging ze nu toch niet doen. Want zij moet... Zaterdag moeten zij wat dingetjes ophalen voor Lente bij de Vibra. En daar op hun in dat centrum zit ook de Lidl. Dus ging ze dan even kijken. Maar goed, ik had niks meer gehoord. Dus denk ik bel even. Gisteravond. Ik heb Chantal's Beauty Camper gekeken. Dat was echt heel erg leuk. Alleen zat nu ook een man bij. En natuurlijk, mannen mogen ook zeker in het zonnetje gezet worden. Maar dat is wel wat saaier. Omdat je daar niet zo heel veel aan ziet. Kijk, je ziet het haar... De baard wordt wat getrimd. Er komt natuurlijk wel hele andere kleding. Maar je ziet niet echt... Ja, ik vind het altijd leuk als ze ook met die make-up bezig zijn. En dat doe je natuurlijk niet bij een man. Ja, misschien een poedertje. Ik ken geen enkele man die dat doet trouwens. Maar ja, op tv is het natuurlijk nodig. Want dan worden mannen ook afgepoederd voor de glans. Dat vond ik wel jammer. Maar goed. Daarna heb ik Waar doen ze het van gekeken, want dat ben ik ooit gestart in 2020, maar toen heb ik het verder gemist, toen heb ik het nooit meer kunnen afkijken, dus dat kon ik nu nog even terugkijken, dus dat heb ik even teruggedaan, gekeken. Ja, dat is gewoon, ze volgen zeg maar 4 gezinnen en 1 gezin die heeft schulden, dus die moet met €75 per week leven. Dat andere gezin, dat was super rijk, maar die man die werkt ook 24/7. Dan hebben ze een gezin met 7 kinderen en je ziet dus een beetje hoe dat allemaal gaat. En nog een alleenstaande vrouw met een dochter en nou ja. Het was wel interessant. Ik heb mijn blogbericht geschreven. Ik was laat, want die foto's moesten nog helemaal bewerkt worden. Dus dat was wel eventjes een werkje, zeg maar. Het ging niet zo vlotjes. De bridge weer gekeken. Ik heb nu nog 2 afleveringen van seizoen 3. Dus echt super spannend. En daarna oogappels. En dat was weer gewoon super leuk. Ja, daar kan ik altijd wel heel erg van genieten. Dus dat is altijd wel super leuk. Ja, vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga straks boodschapjes doen. 4:15 pas, want mijn coach is later. Dus ik wil zo wel even flessen verzamelen. En even het oude papier, dat weg kan. En... Mickey, kom maar.
Ik wil eventjes naar de was kijken, want mijn wasmand die pelt uit. Ik moet een was aanzetten, dus ik ga even kijken of ik dat nu kan doen. Ik wil eigenlijk de gekleurde was, maar ja, ik heb nu alweer gekleurde kleding aan. Mijn spijkerbroek moet er ook bij vanavond. Dus ik ga even kijken of dat ik hem in ieder geval kan verzamelen. Als er dan nog was bij kan, stop ik dit er vanavond bij, zet ik hem morgen aan. Mocht hij het echt al te vol zitten, doe ik hem nu aan. Dus dan is dat ook weer weg. Dus dat is even de planning. Ja, ik zie jullie dan sowieso weer gewoon als ik terug ben van de boodschappen. Want er is verder toch niet iets waar ik je... Nee, niet kleren jullie bij kan zetten. Maar goed, ik ga dat even doen. Dan ga ik hier even stofzuigen en zo. En dan ga ik even de flessen klaarmaken. En dan zie ik nog wel even wat ik ga aanpakken. Want ja, ik kan dat niet, hè. Zo'n poos niks doen. Maar goed, ik zie jullie straks weer als ik terug ben. Onder het mom van ik moet nog wat doen, heb ik mijn balkonladder even aangeverfd. Dus die is weer in ieder geval weer wat netter. Kan nog steeds beter. Maar ja, het is ook nog niet echt weer om op je balkon aan de gang te gaan. Dus dat is klaar. Het stofzuigen is klaar. Hier de was. Die zit ook al in de machine, maar er kan gewoon nog wat bij. Dus die ga ik nog niet aanzetten. Het oude papier is verzameld. En een lading lege flessen. En het is van een paar maanden. Dus dat staat ook allemaal wel hier. Dus alles staat klaar. Dus ja. Nu ga ik even bedenken wat ik nog kan gaan doen. Ik weet het even niet. Ik ga nog even kijken of ik iets kan bedenken. Oh, ik ben weer thuis. En ik heb de boodschapjes binnen. En die zal ik jullie even laten zien. Ik zet jullie even hier op het tafeltje neer. Ik zal even de boodschappen pakken. Dan kan ik ze eventjes laten zien. Ik heb best wel wat gehaald. Dus, het is best wel zwaar. Maar is het fijn als je met twee bent. Want dan kun je het omhoog tillen. Goed, ik zet jullie even hier zo neer. Dan kan ik het jullie laten zien. Dan ga ik een beetje naar achter. Dan zie je mijn hoofd nog een beetje, geloof ik. Ja. Ik heb een pakje nibbitchipjes gekocht. Ringetjes. Ik heb ovenfrikandellen voor strakjes. Ik heb speklapjes voor maandag. Ik heb alleen weer niet naar de datum gekeken. Oh, tot 21.04. Dus dat kan. Goed. Dan heb ik hier bonen. Bakboter weer. Een flesje met chloor weer. Aardappelschijfjes, een zakje katvoer, een pak chocomel, een bonnetje, interessant, een broccolietje voor maandag, een zakje zakjes, dan heb ik hier een fles voor de fijne vloeibare wasmiddel. Ik gebruik het altijd voor nieuwe kleding. Ik heb normaal altijd die andere flessen, maar deze zijn vernieuwd. En volgens mij zijn ze nu ook duurder geworden, maar dat weet ik niet zeker. Ik heb even een flesje met deze groene aanmaak, want die vind ik toch wel heel erg lekker. Die drink ik de laatste dagen echt heel veel. Eigenlijk de laatste weken al wel. En een zakje met speklapjes kruiden. Ik heb ook weer even mijn rookspulletjes gehaald. Het was zo grappig. Ik moet het nu tegenwoordig halen bij de benzinepomp, omdat de winkel waar ik het normaal haal, die mag dus nu geen verkoop doen. En die vrouw die zei ook echt achter de kassa, moet ik nog naar je legitimatie vragen? Ik zei, ja, mag. Dus toen liet ik hem zien en dan zie je toch wel zo'n beschaamd gezicht van, oh ja, je hebt wel echt de leeftijd. Ja, als je hem wil zien, maar weet je, vraag niet, moet ik er nog naar vragen? Ik bedoel, vraag het gewoon. Ik kan niet zo heel veel met, moet ik er naar vragen? Want ja, ik kan zeggen nee, maar als je me niet gelooft, dan moet je het gewoon vragen. Bij Kruidvat heb ik even sportsokken gehaald. Deze zijn van de Faya Laurens. En ik had eigenlijk nog geen sportsokken. Dit leek me ook wel lekker. 39 tot 42 zijn twee paar. Ik geloof dat ze 3 euro waren. Dus prima te doen. En eventjes vitaminepilletjes had ik gehaald. En dat zijn deze. De A tot Z compleet ook voor weerstand van het eigen merk. Dus die ga ik dan nu weer slikken. Dus nou ja, die. Ga ik even de andere pak pakken. Ik had ook nog wc-papier gekocht. Daar wil je ook niet zonder komen te zitten. Ik heb spareribs gekocht voor zondag, de classic. Is openbare toiletten? Nee, ik wil geen openbaar toilet. Ik heb het over wc-papier en sier die bemoeien zich met een openbaar toilet. Nou, het moet niet gekker worden, toch? Ik heb ook eventjes weer katvoer zachte zakjes meegenomen van Lidl. Daar gaan ze nu het beste op.
zoekpakje weer eventjes, want ja, ik vind het toch wel fijn om voorraad te hebben. Ook nog eventjes een zo'n shirt gekocht. Die vind ik van de zomer altijd heerlijk en ook om in te slapen. Alleen die met lange mouwen kun je bijna niet kopen. En ik had nog 2 pakjes slaapwinken, want die waren in de aanbieding. En ik heb dus nu, we hadden nu afgesproken, omdat bij mijn moeder kwamen ze dus nog een beetje tekort. Dus nu heb ik er een voor hun meegenomen. En dan gaat Nati zaterdag voor mij halen. Dus ik heb voor hun nu Olly de Olifant. Of hoe heet je ook alweer? Olivia geloof ik was je naam, of niet? Staat er niet eens op hoe je heet. Nou, volgens mij was het Olivia, maar die zet ik dus even apart, want die is al voor Nathalie. En dan kan zij van de week eventjes voor mij... Zij gaat geloof ik zaterdag even kijken. Want ze moeten ook nog de panter. En die lag hier ook voldoende op voorraad. Alleen ik had nu maar 1 kaart. Dus nou ja goed. Dan kunnen ze dat nog even zelf regelen. En anders nog maar mij opsturen dat ik het nog kan halen. Ik ga dit zo even opruimen. Dan ga ik straks even lekker douchen. En ik ga mijn nagellak eraf halen. Want ik heb heel veel chips nu. Ook hier. Dus daar kan ik niet zo goed tegen. Dan ga ik straks eventjes eten. Vanavond kijk ik weer lekker Chateau Meiland. En daarna meester Frank Vissen, maar ik heb 2 schermen, want Ajax komt ook. Dus dat wil ik ook even kijken. En ik ga even de film A Star is Born opnemen, want die stond op Netflix, maar die is er afgehaald. En die wilde ik heel graag zien en die komt nu vanavond op tv. Dus ga ik die even opnemen, dan kan ik die in een van die weekenden nog wel weer gaan kijken. Want op zaterdagavond verveel ik me best wel, omdat er niks op tv is. Verder moet ik eventjes mijn... mijn foto's bewerken. Misschien al een stukje van de video. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is alweer 16 april. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo lekker de slaapkamer doen. Dan ga ik lekker mijn bed verschonen met mijn nieuwe dekbed overtrekken van Mickey Mouse. Heel veel zin in, want die dingen liggen zo heerlijk. En ik heb gewoon zin om het erop te doen. Zal ik ook even een fotootje sturen in de groepsapp van mijn moeder en Nathalie. Dus misschien vinden ze het wel leuk om te zien. Gisteravond heb ik lekker naar de Chateau Meiland gekeken. Was wel weer heel erg leuk. Daarna meester Frank Visser. Dat was een beetje beschamend, moet ik heel eerlijk zeggen. Het was een soort huis voor senioren. Alleen... Het was niet echt een verzorgingstehuis of een bejaardentehuis, want deze mensen hadden gewoon een eigen voordeurtje. En daarachter bevond zich gewoon een keukentje, een woonkamertje, een slaapkamertje, een douche waarschijnlijk ook. Dus ze hadden toch nog een eigen appartementje, maar dan wel in een, ja, wel in een soort verzorgingscomplex of zo. Ik ben er niet echt mee bekend, dus zeg maar niet zo heel veel. Maar de ruzie ging om koffie schenken. Het waren... 2 vrouwtjes, die schonken altijd koffie in de gezamenlijke koffiekamer. Alleen zijn ze op een gegeven moment mee gestopt vanwege corona. En hun zeiden dat dat ook op advies was geweest van de woningbouw. Weet ik veel. Maar ja, toen zijn er dus 2 andere vrouwtjes die zeiden van... Ja, maar wij durven het wel aan om de koffie te gaan schenken. Dus die zouden ook weer contact hebben gehad met die woningbouw. Toen hadden ze gezegd, ja, als je de regels maar in acht neemt van 1,5 meter en zo... Dan kun je prima die koffie gaan schenken. Dus die zijn die koffie gaan schenken. En dat vonden die andere 2 vrouwtjes die het eerst deden dus weer niet zo leuk. Die hadden dus gewoon dikke bonje. Meester Visser kwam er ook niet meer tussen. Het was echt een kippenhok. Hij moest echt op een gegeven moment gewoon echt tot stilte manen. En ook gewoon zeg maar tijdens de hoorzitting. Dat was ook gewoon, het sloeg gewoon allemaal nergens op. Hij zei op een gegeven moment ook wel, het is eigenlijk wel een beetje triest. Ook voor de jongere kijkers. Dat je eigenlijk toch wel een beetje, dat je om dit soort dingen ruzie moet hebben. En ik denk dan ook, ja weet je, je moet lekker genieten van je oude dag. En dan ben je best wel op leeftijd en dan heb je ruzie om koffie. Ja, ik vond het een beetje triest. Maar goed, die andere 2 vrouwtjes mochten dus gewoon de koffie blijven schenken. Meester Visser had wel zoiets van, ja, ik weet niet of het heel verstandig is, weet je wel. Omdat je gewoon ook een beetje met de corona. Maar dan is het gewoon ieder op voor eigen risico. Voor mensen die daar koffie willen gaan drinken, is gewoon eigen risico. Of dat je wilt gaan, ja of nee. En of ja, als je besmet wordt. Hij zegt wel, ja, als daar een besmetting uitbreekt, dan heb je natuurlijk wel een hele chaos. Maar goed, dat was dat. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb ook al een stukje van de video van morgen in elkaar gezet. Toen ben ik lekker de bridge gaan kijken. En
Nou, ik weet nu eindelijk wie erachter zit. Maar hij is al eerder in beeld geweest als dader en toen viel hij toch weer weg. Dus ik had wel zoiets van, jij bent het dus toch. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Vanavond heb ik de laatste aflevering van seizoen 3. En dan heb ik nog 1 seizoen en dan zit dat er ook weer op. Maar degene die mij die tip heeft gegeven, die tip was heel goed. Want ik kan er echt van genieten. Ik heb nu de andere kleur van die lippenbalsem op, die getinten. Maar hij geeft zo'n nare smaak in je mond. Ik weet niet wat dat is, jongens. Maar goed. Ik heb ook daarna nog Zonnestad gekeken. Dat was ook wel weer heel erg leuk. Ik ga nu even stofzuigen en eventjes de kattenbakken scheppen. Moet ook even de boodschappen naar boven doen. Ik moet even Olivia natuurlijk apart houden, want die gaat naar Lente toe. Maar ja, ik weet nog niet wanneer, want ik weet niet wanneer ik haar zie. Dus dat komt wel. Die staat ook verder niet in de weg, maar die moet ik even apart zetten. Want dan kunnen we ruilen. Want als goed is gaat Nathalie morgen naar de Lidl om te kijken wat ze nog kan halen. En anders hoopte ze misschien dat ze hier nog zou gaan wandelen. Oh, dit is zo raar, hè? Ik had een herinnering, in mijn telefoon gezet woensdag. Omdat ik dus zag dat die film kwam van een Star is Born. En nu krijg ik die herinnering dus binnen. Maar dat was gisteren. Ik heb hem gewoon opgenomen. Maar nu kan die wel uit. Goed, ik ga lekker eventjes wat doen. En dan zet ik jullie er in de slaapkamer bij. Want ik heb wel zin om daar weer even te gaan poetsen. Met bloed, zweet en tranen ligt het nieuwe decotovertrek van Mickey op mijn bed. Ik zal hem even laten zien, mocht je het leuk vinden om even helemaal te zien. Dit is hem. Er ligt nu een lama op, want die kan nog niet terug op de grond. En mijn pyjama ligt erop.
Maar dit is hem. En dan heeft dat... Die heeft Mickey en die heeft Minnie. En als je hem omdraait, zeg maar, heeft hij dat ook. Dus ik ben er heel blij mee. Ik haal het altijd zo. Bed opmaken. Ja, dat is ook wel een beetje mijn schuld, weet je. Ik heb zelf gekozen voor Lissimo bed. Ik bedoel, ik had toen ik een bed kocht en alleen kwam, had ik ook kunnen zeggen, ik koop een eenpersoonsbed. Maar als je een tweepersoonsbed gewend bent, vind je dat ook wel lekker dat je de ruimte hebt. Althans, ik. Dat heb ik toen gedaan. En ik heb toen eigenlijk gewoon weer een beetje hetzelfde bed gekocht als wat ik toen ook had. Maar ja... Daar is wel lekker bij Lissimo jackbed. Alleen het opmaken vind ik altijd een beetje drama. Ik kan dat niet zo heel goed. Dus gisteravond mijn ringetje kwijt. Ik had hier een heel klein sneetje. En die deed heel erg zeer. Dus ik wilde op een gegeven moment eventjes mijn handen insmeren. Ik heb eigenlijk dat zeepompje aan de praat. Maar ik had mijn ring dus even afgedaan. Ik kan die ring niet meer vinden. Hebben hun hem op de grond gegooid. Nou, gelukkig vond ik hem snel terug. Maar ik dacht weer, oh, waar is die? Waar hebben jullie hem gelaten? Maar... Ik vond hem wel weer terug, maar mijn nagels zien er nu echt niet uit. Die ga ik morgenavond gewoon lekker eventjes opruwen en zo. Even lekker weer mooi maken, want het is nu wel echt een beetje drama. Maar alles is in ieder geval weer lekker schoon. Ik heb mijn tangen ook opgeruimd. Ik had zeg maar op het rekje van mijn tangen had ik tangen liggen. Dat kan ik ook wel even laten zien, want dit ligt een beetje rot uit misschien. Kijk, ik heb hier zo'n tangenrekje. Dan had ik ze ook wat tangen bovenop liggen. Er lag hier altijd zo'n tang. Want die hadden dus geen oogje om te hangen. Dus die heb ik nu allemaal in dat nachtkastje daar neergelegd. Want die gebruik ik toch niet. Dus die niet kunnen hangen liggen nu gewoon allemaal netjes. Allemaal lekker afgestoft. Dus dat ook gelijk een stuk netter. Voelt ook heel fijn. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Ga ik straks douchen, eten. Vanavond wil ik eventjes Levenslang met Dwang kijken. Dat had ik dan opgenomen op Nederland 3. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Sowieso naar Red Light. Verder moet ik dus de video verder afmaken. Mijn blogpost even schrijven. En dan heb ik de allerlaatste aflevering van de Brits Seizoen 3. En ga ik weer Zonnestad kijken. Dus dat wordt eigenlijk mijn avond. Niet heel bijzonder. Maar wel even lekker. Ik ga nu hier wel even lekker relaxen. Ik voel nou mijn rug ook wel weer heel erg hoor. Dat is altijd wel een nadeel. Mocht je nog een goede tip hebben over het opmaken van je bed. Laat het me dan alsjeblieft weten. Want ik loop er altijd mee te klunzen. En ik haat het. Ik vind weinig klusjes erg. Maar ik heb een hekel aan afwassen en het bed opmaken. Dat vind ik toch wel een van de dingen die ik echt heel vervelend vind. Maar goed. Ik ga nu lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is alweer 17 april. Ik ben klaargemaakt. Je hebt al kunnen zien dat ik de dag ben begonnen met sporten.
Ik heb jullie bewust bij het sportje erbij gezet, want ik heb vandaag niet heel veel waar ik jullie bij kan zetten, omdat ik een beetje ga rommelen hier. Ik ga een beetje opruimen en daarna ga ik even bullet journalen, dus dat is verder ook een planning. Niet een hele bijzondere planning. Ik had ook weer nachtmerries, dus ik werd weer aardig bezweet wakker. Dus het was niet zo genieten in mijn schone bed wat ik normaal doe. Ik heb net eventjes mijn voeten geveld. Ik ga binnenkort weer even die old sokken aantrekken, maar het was nu zo scherp. Ik denk, nou laat ik het nu maar eventjes met de hand gauw doen. Wat heb ik even gedaan? Oh, mijn ooghoek doet zeer, maar ik kan nu niet vrij, want make-up zit erop. Gisteravond, ik heb eventjes levenslang met dwang gekeken. Ik heb volgens mij al 1 of 2 afleveringen gemist, dus misschien dat ik die nog even ga terugkijken. Nou, ik vond het best wel heftig, want deze mensen werden direct al in het diepe gegooid. Het was al direct zo van best wel zware oefeningen en zo. Je zag ook echt die mensen daarmee worstelen en dan zie je ook hoeveel verschillende soorten qua dwang er zijn. Maar het was wel heel interessant. Gewoon en ook mooi om te zien hoe de kandidaten elkaar steunen en zo. Dus dat was wel heel mooi. Daarna Red Light. En ik dacht eigenlijk dat dit de laatste zou zijn, maar er komt er nog eentje. Dat was ook wel heel spannend. De video is in elkaar gezet. Ik heb mijn blogbericht geschreven. En toen ben ik The Bridge gaan kijken. De laatste aflevering van seizoen 3. Nou, was heel spannend, maar je merkte ook wel dat het hoofdpersonage, Saga of Sega, hoe je het wil zeggen, die heeft dit seizoen best wel veel meegemaakt. Een paar mensen in korte tijd verloren. En zij speelt dus iemand met het syndroom van Asperger. Maar je kunt het bij haar heel erg merken. Dus het wordt wel heel goed gespeeld. Alleen, ze waren al vergeten eerdere afleveringen iemand te fouilleren. Dus die kon op het bureau gaan schieten met een pistool. Want die had hij dus nog gewoon op zak. En nu moest zij de dader moest zij papieren laten ondertekenen. En die zaten met een paperclipje aan elkaar vast. En toen heeft zij dat paperclipje. En toen heeft die dader heeft ongezien dat paperclipje van dat papier afgehaald. Dat heeft zij dus niet gezien. En die heeft daarmee dus zijn polsen doorgesneden. Vind ik heel knap hoor, met een paperclip. Ik bedoel, dit moet allemaal heel scherp zijn. Maar goed, dus ze heeft wat steken laten vallen. En zij wordt nu ook beschuldigd van moord op haar moeder. Ze zegt zelf dat ze het niet gedaan heeft. Maar alle bewijzen liggen tegen haar. Dus daar werd ze nu op het laatst van beschuldigd. En ze is nou ook geschorst. Dus ik ga zien hoe het vanavond verder afloopt. In seizoen 4. Zonnestad gekeken was ook weer super leuk. Ja, super spannend. Gewoon echt een goede serie. Nog steeds jammer dat het van de buis is. Maar goed. Ja, ik ga even stofzuigen. Dan ga ik eventjes de kattenbak scheppen. En dan ga ik eventjes wat opruimen. Een beetje rommelen. Gewoon even lekker. Dus niet echt dingen waar ik jullie bij kan zetten. Maar goed, dat had ik net ook al uitgelegd. Dus ja, dat ga ik even doen. Ik heb gisteravond de was opgehangen. Dus dat was wel fijn. Alles paste op het rek. Ik had hem niet super vol gedaan. Dus dat was wel fijn. En nu ja, moet ik van de week weer gewoon gaan verder wassen als dit droog is. Want de wasmand is al wel weer vol. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus ja, ik ga eventjes wat doen en dan zie ik jullie sowieso straks nog eventjes. Zo, ik ga even bullet journalen, maar ik heb net een kinderspelletje verpest. De kinderen zijn aan het buiten spelen, het is natuurlijk mooi weer, maar ze waren dus aan het belletje lellen. Maar bij mij moet je niet aan mijn bel trekken, want die doet het niet. Je moet kloppen. Het is net als bij Samson en Gert. Je moet kloppen, want die bel doet het niet. Dus er werd geklopt en ze rende kaart weg. Nou vind ik dat 1 keer prima, 2 keer vind ik ook nog oké. Maar toen gebeurde het weer, toen was ik het zat. Dus toen ben ik bij de voordeur gaan staan. En die kinderen kwamen weer de trap op. Dus ik gooi ineens mijn gordijn open. Dus ze wisten niet hoe snel ze van mijn trap af moesten wezen. Want ik werd er een beetje gek van. En mijn katten die waren ook super bang. Tijgertje die reageert daar heel slecht op. Dat soort dingen. Die wordt er gewoon hartstikke bang van. Nou, dat moet ik gewoon niet hebben, bange katten. Die moeten zich ook veilig voelen in huis. Maar nu is ze in ieder geval klaar. En ik weet dat het hartstikke leuk is. Maar ik weet nu ook als je volwassen bent dat het... Dat het niet zo fijn is, weet je wel, als dit continu gebeurt. Dus, nou ja, dat gebeurde er op deze zaterdag. Maar goed, het is nu in ieder geval afgelopen. Nou, ik heb wel even lekker gebullet journaled. Alleen het kloppen ging nu over met stenen gooien. Er werden stenen tegen mijn voordeur aangegooid. En, nou ja, ik ging op een gegeven moment gewoon weer bij die voordeur staan. En toen zag ik al dat ze op het punt stonden om te gooien. De stenen zaten in hun handen. En toen zagen ze me, toen dropen ze wel weer af. En nu heb ik er geen last meer van. Wat kunnen kinderen dan vervelend zijn, zeg. Gadverdamme. Ik snap best wel dat het allemaal spel is. En dat het allemaal leuk is. Je bent met je vriendjes bij elkaar. Maar ga lekker bij je eigen huis steentjes gooien. En niet bij een ander. En dan krijg je ook wel op je donderdenk van jou als je dat doet. Maar ja, soms en, ik had ook gezien dat ik zo meteen een glas uit mijn voor
deur heb zitten natuurlijk. Door een paar kleine kinderen die denken dat ze steentjes kunnen gooien. Dus ik was er wel klaar mee. Katten hebben net lekker gegeten. Dus ja, ik heb eigenlijk wel even lekker zo'n dagje gehad. Dus dat was wel eventjes prettig. Ze zijn hier nog een beetje aan het nasmikkelen. Ik ga zo eventjes alvast de patat uit de vriezer halen. Ik doe nu trouwens de patat van Avico. Die doe ik toch op 10 minuten in de airfryer. Want ik had de laatste tijd dat ze toch niet zo snel gaar waren. Dus ik doe ze nu op 10 minuten. En dan is het wat gaarder. Ik ga vanavond een film kijken die ik had opgenomen. Ik ga eventjes kijken hoe die heette. Volgens mij heette die Weg van jou. Maar ik zal het eens eventjes opzoeken. Want ik kan hem hier zo zien staan in de opname. Lijst. Die Star is Born, die ga ik ook nog wel kijken. Maar ik begin nu even met deze. Ja, die ga ik vanavond niet kijken hoor. Ik kom volgende week zo. GTST Classics. Nou, dat moeten we ook niet meer willen. Weg van jou heette die inderdaad. Dus die ga ik even kijken. Ja, verder heb je gewoon niet zoveel wat ik interessant vind. Dan gaat hier weer een... Ja. Nou, ik ga zo wel even kijken. Dus ja, weet je, ik was er wel een beetje... Ja. Ja, wat zou ik nou zeggen? Die zin klopte niet. Dus dat ga ik maar even kijken. Ik ga sowieso vanavond ook met de vlog alvast een stukje editen. Ik wil eventjes mijn tenen nagels lakken. En ik ga verder met de bridge en weer met Zonnestad. Dus dat wordt het eigenlijk verder niet echt heel spectaculair. Maar ja, je hebt ook gewoon nu een beetje weinig. Dus ja, dat is verder de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan straks even lekker douchen en zo. En dan lekker avondje maken. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 18 april. Ik zit lekker even op de bank. En ik heb vandaag eigenlijk weinig op de planning. Even stofzuigen, kattenbakken doen. Groenten afhalen en foto's maken. Dus dat is het ook. En vanavond is het Ajax om 6 uur. De bekerfinale, dus daar heb ik wel zin in. Gisteravond heb ik de film Gek op jou gekeken. Het was een hele leuke film. Ik vond het alleen soms een beetje moeilijk te verstaan. Want het speelde een deel af in Zeeuws-Vlaanderen. En dat vond ik een beetje moeilijk te verstaan. Dus dat kon ik niet helemaal plaatsen. Het was fijn geweest dat daar ondertiteling bij had gezeten. Maar goed, dat was niet zo. Dus nou, dan houdt het op. Ja, verder heb ik aan de vlog gewerkt. En heb ik weer de bridge gekeken. Seizoen 4 nu begonnen. Hele spannende eerste aflevering ook gelijk. Eindigt ook heel spannend. Dus ik ben alweer heel benieuwd naar het vervolg vanavond. En ik heb Zonnestad gekeken. Dat was ook wel weer een hele mooie uitzending. Ik zet jullie vandaag verder ook nergens bij. Ik laat straks wel even de fotospullen zien waar ik foto's van ga maken. Maar verder ja, is het gewoon ook een beetje een relaxe zondag. En ik heb gisteravond nog even met Nathalie gebeld, want die had even wat dingen te vertellen. Dus dat was ook wel eventjes heftig. Maar goed, dat is verder niet iets om te vertellen, zeg maar, voor de vlog. Want dat is ook een beetje privé. Maar ja, het was verder wel eventjes gezellig. Ik ga nu even stofzuigen en zo. En dan laat ik je straks even de fotospullen zien. Dus ja, ik ga eventjes wat doen. Zo, ik heb de fotospullen, maar ik had alles even in een zakje gestopt. Want dan kon ik eventjes makkelijk alles pakken. Ik heb hier het W7 Wild Ice Pressed Pigment onder Pearl paletten. Die heeft dus deze kleurtjes erin zitten. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar ook. De deodorant van Zwitserland, daar wil ik graag een review over schrijven. Dus die ga ik even lekker testen. Dan heb ik hier, moet ik ze even alle drie pakken hoor. Drie eyelinertjes van Lottie Londen. Dat zijn deze. Dit is de kleur champagne. Hier heb ik pink diamonds. Dat is dus een roze. En dan hebben we hier nog rich. En dat is dit kleurtje. Dan heb ik een paar producten uit de limited editie. De Hashtag Pig & Proud. Het is een body highlighting spray. Deze mascara. Die kennen we natuurlijk al. Die is nu een roze variant. Heel tof. Een setje met haardingetjes. Leek me ook wel leuk om daar een look mee te maken. Voor mijn haar in te doen. Deze fantastische lipstick. Het is een glitter lipstick. En dan heb ik hier een... Een soap brow styler. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarvan kan verwachten. En ik heb nog een blush. Dus dit zijn de spulletjes. Zo, intussen helemaal klaar met alles.
foto's zijn gedaan en de katten hebben gegeten, dus heerlijk. Kan ik zo nog even lekker relaxen, want om 6 uur is het tijd voor de bekerfinale van Ajax-Vitesse. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik denk best wel dat het nog een moeilijk potje kan worden, maar ik heb er wel onwijs veel zin in. Dus die ga ik lekker kijken. Dan heb ik vanavond weer deze quizjes voor jou, die wil ik nog wel even weer gaan meespelen. Wie van de drie komt nog een keertje? Ik ga even de foto's bewerken. En ik moet sowieso de batterij van mijn camera opladen, want ik filmde hier even met mijn telefoon, want de batterij die was leeg. En dat had ik al een beetje kunnen verwachten, want hij was iets heel vol mee. Ik heb gisteren aardig wat gefilmd. Ik heb vrijdag ermee gefilmd, dus ja, nu is de batterij ook wel leeg. Verder ga ik lekker verder met de bridge natuurlijk. En ik heb nog 1 aflevering van Hart tegen Hart, dus dat wordt verder mijn avond. En vanavond weer heerlijk mijn boek lezen, want ik ben weer een heerlijk boek aan het lezen. Dus ja, dat wordt eigenlijk gewoon mijn avond. Dus gewoon een beetje, ja, wel relaxed. Maar ja, ik voel lichte spanning voor de wedstrijd, zeg maar. Want ik heb er wel echt heel veel zin in. Ik heb straks gewoon lekker spelen, dus die gooi ik in de airfryer en klaar. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer, doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 19 april en ik ben klaargemaakt. En oh mensen, ik heb gisteren zo genoten van de wedstrijd van Ajax-Vitesse. Het was echt super spannend. Ik heb hem een paar keer flink geknepen, want Ajax was in het begin echt niet op topvorm. En je weet niet waar het vandaan komt. Heeft het nog te maken met de wedstrijd van donderdag die niet helemaal lekker liep? Je weet het niet. Maar goed, op een gegeven moment Ajax maakte 1-0 en je bent blij. Maar het was ook nog vrij vroeg in de wedstrijd. Dus ik denk, ja, een wedstrijd duurt wel 90 minuten. Dus er kan nog veel gebeuren. De blijdschap was inderdaad van korte duur, want daar kwam Vitesse en die maakte de 1-1. En toen was het een hele poos gewoon echt saai. Ik dacht op een gegeven moment echt, hier gaat verlenging uitkomen, want er gebeurde maar niks. Toen kreeg Vitesse een rode kaart. Maar ja, goed, 11 tegen 10 man, dat hoeft niet veel te zeggen, want er zijn ook zoveel wedstrijden geweest dat het team met 10 man alsnog won. Dus ik dacht alleen maar, kom op Ajax, jullie kunnen dit. Toen maakte Ajax uiteindelijk de 2-1 en toen was ik helemaal blij. Maar goed, de wedstrijd was nog niet afgelopen. En toen mocht Vitesse nog 1 keer schieten. Maar die schoot in de handen van Stekelenburg. En toen had Ajax de beker. Yay! Ik was helemaal blij. Ik zat helemaal beker, beker. Ik was gewoon helemaal blij. Dat was echt fantastisch. Echt een hele mooie wedstrijd. Ik had sperrips gegeten. Daar heb ik wel heel erg van genoten. Alleen nu ben ik er ook wel dan weer eventjes klaar mee. Want wat ik altijd een nadeel vind bij sperrips is dat die gaan opbreken. Die later op de avond breken de sperrips op. En dat vind ik nooit zo fijn. Ik heb wel mijn nagels ook gedaan. En ik heb het lakje erbij gepakt. En dat is deze kleur. Die heeft ook zo'n lekker geurtje van de Spice It Up line. En dit is dan de 02 Hot Like Chili. Maar ik vond het wel lekker weer even rood. Ik heb eventjes wel meegespeeld met deze quizjes voor jou. Maar ik vind het gewoon heel moeilijk. Maar het was wel weer leuk. Daarna heb ik van de 3 lekker gekeken. Ik heb ervan genoten. Toen ben ik de foto's gaan bewerken. Dus zijn ze nou af? Nee, volgens mij nog een heel klein deeltje wat nog even moet. En toen ben ik weer verder gegaan met de bridge. Dus dat was ook wel weer mooi. En dan had ik de laatste aflevering van Hart tegen Hart. Dus dat was verder mijn avond. Niet heel bijzonder, maar wel intens van genoten. Ik ga zometeen een video opnemen. En ik vind het een beetje spannend, want ik hoop dat het een beetje goed gaat. Want het is een soort video wat ik nog niet heel vaak heb gedaan. Dus ik hoop dat ik het goed kan overbrengen. Dus dat ga ik doen en daarna ga ik even bullet journalen. Dus dat is verder de planning. Niet heel bijzonder. Ik ga zo eerst even hier stofzuigen en de kattenbak scheppen. En dan ga ik de video opnemen. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. Dan ben ik straks ook weer klaar. Dan heb ik even goed de tijd om alles te doen. Zo, de video die staat erop. Maar Mickey heeft net mijn bak omgegooid waar ik altijd het kattengrit in doe. En ik weet hoe dat komt, want die sperripsbordjes zitten erin. Dus ik kan daar weer even gaan stofzuigen, want dat ga ik niet met de hand wegkrijgen. Dus dat is weer lekker dan. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik even wat drinken en dan ga ik even bullet journalen. En dan ga ik jullie dan wel even bijzetten. Maar ik ben op het moment even niet heel gelukkig met hoe dit in zijn werk is gegaan met Mickey. Dus, ik had het een beetje kunnen weten, want ze ruiken gewoon waarschijnlijk nog dat vlees aan die bordjes, terwijl ik ze wel helemaal kaal heb gegeten. Maar het was gisteren sowieso een drama met die sperrips. Maar goed, ik ga het nog even opruimen en dan ga ik eerst even wat drinken.
toch wel een lekker middagje gehad. Ik hoop alleen dat de video goed is gegaan. Dus ik ga de beelden wel even bekijken. Ik weet niet, ja, ik denk morgenavond even om te kijken of het allemaal goed is gedaan. Ik vind dat best wel spannend, maar dat is even de vraag. Even lekker geknutseld, maar dan kom ik van boven. Dan ben ik toch altijd een beetje buiten adem. Ik merk toch dat ik soms dingen te snel doe. Dat ik denk, oh, even snel naar boven, weet je. Ook naar de brievenbus. Even snel naar de brievenbus. Terwijl ik het gewoon rustig aan moet doen. Want ik merk gewoon daarna dat ik gewoon zit te hijgen als een hondje. Maar goed. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Straks douchen. En dan even eten koken. Vanavond heb je de laatste uitstel van de executie. Dus dat ga ik wel even kijken. Vind ik altijd wel mooi. Want volgende week heb je weer Help Mijn Man Is Klussen. Dat vind ik ook wel leuk. Je hebt natuurlijk sowieso Chateau Meiland. Dat neem ik dan even op. Dat kijk ik dan ook nog eventjes. Ik moet mijn artikel schrijven. Nog even die foto's dus afmaken. En dan ga ik verder met de bridge. En ik moet een nieuwe serie op Videoland. En ik zit te denken om Mokromafia te kijken. Dus dat is denk ik waar ik aan ga beginnen. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Even kijken wat dat voor me is. Misschien is het niks voor me. Maar goed, dat zie ik dan ook wel weer. Ik heb ook gehoord dat we morgenavond weer persconferentie hebben. Er zouden nu toch versoepelingen aankomen. Ja, vorige week was niks mogelijk. En nu kan het ineens wel. Dus ik snap het ook niet helemaal goed meer. Maar goed, we gaan dat wel zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 20 april. Ik ben klaargemaakt. En ik ga vandaag de standaard dingen doen. De badkamer, de gang, de kattenbakken. En ik ga deze was opvouwen en daar ga ik jullie dan bij zetten. Want ik moet dringend een nieuwe was aanzetten. Want ik heb twee volle wasmanden. Ik heb een volle wasmand in de douche, maar ook een hele volle wasmand met kleding. En ik heb kleding genoeg, maar ik heb geen plek meer om de vuile was weg te laten. Dus ik hoop dat ik er deze week een beetje aan toe kom. Ik ga nu ook morgen boodschappen doen, want mijn coach en ik die wilden naar IKEA toe. Maar ja, er waren al geen afspraken meer beschikbaar. En zij had al helemaal de planning omgegooid met andere cliënten. Dus ze kwam evengoed wel morgen. Maar ik heb heel stiekem misschien een beetje de hoop dat we volgende week kunnen gaan en dan zonder afspraak. Want als het goed is, de versoepelingen worden doorgezet, heb ik gehoord. Dus het is vanavond even afwachten wat ze bij de persconferentie gaan vertellen. Maar ik had gisteravond een beetje een pechavond. Ik heb hier een lange haar aan mijn trui zitten. Weg. Ik heb mezelf verbrand. Ik goot de broccoli af. En ik weet nog steeds niet helemaal hoe het gebeurde. Maar dat ging er op een of andere manier naast. Dus ik kwam op mijn knie terecht en op mijn sok. En ik had natuurlijk wel gewoon kleding aan. Maar dat ging er doorheen. Dus ik heb daarna direct droge kleding aangetrokken. En ook even gekoeld. Maar het heeft wel even goed zeer. En je schrikt dan zo. Maar het is niet echt een hele diepe. Volgens mij, ik weet niet of je het nog ziet. Ja, heel licht. Kijk, ik heb hem hier verbrand. Je ziet nog een heel licht plekje. Maar het is niet meer zo rood als gisteren. En daarna had ik een kapotte lip. Want ik had een velletje erop zitten. En dat was mijn eigen schuld. Want die heb ik eraf gebeten. Want dat irriteerde. En ja, toen had ik een bloedlip. Toen heb ik een stukje van een sigarettenhuls eraf gehaald. En die heb ik erop geplakt. Dat kleeft gewoon. En ik weet het nog van vroeger, als mijn vader zich had geschoren en hij had gesneden, had hij soms zo'n vloedje op zijn gezicht zitten. En dat schijnt wel goed bloed op te nemen, alleen zo'n vloedje is dunner materiaal als zo'n sigarettenhuls. Maar het werkte wel en daarna heb ik een dikke lippenbalsem erop gesmeerd en nou, toen was het prima. Nu zag je er al niks meer van. Ja, heel licht rood plekje, maar nou, dat was het ook. Ik heb gisteravond uitstel van de executie gekeken, moet ik dan nog even het laatste deel van afzien. Wordt hier Meiland, of de Meilandjes, eigenlijk moet ik zeggen, dat was ook wel leuk. Artikel geschreven, de bridge gekeken. Daarna ben ik begonnen met Mokromafia. Ik vond de eerste aflevering best wel heftig, maar het heeft me wel gelokt om door te kijken. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat vanavond dan verder gaat. Dus dat was wel, op zich was wel, nou ja, goede avond. Nee, ja, een paar dingen die niet even helemaal lekker gingen, maar ja, op zich wel een relaxe avond. Maar ja, er zat even een beetje een smet op doordat ik me verbrandde en dat ik een kapotte lip had. Maar goed. Ik ga nu een was erin gooien en dan ga ik ook alvast even de boodschappentas leeg halen, want dan staan die klaar voor morgen. En dan ga ik hun bakken eens even doen en dan ga ik hier aan de gang en dan zet ik je er dus even bij als ik die was ga opvouwen. Want anders hebben we geen plek meer om de schone was op te hangen. Dus tijd om wat te gaan doen.
Zo, ik ben weer klaar. Ik heb inmiddels ook alweer een andere trui aangetrokken, want die andere was gewoon te dik. Het is wel echt de tijd van de dikkere trui is nu gewoon afgelopen. Ik had het wel heel erg warm met schoonmaken. Dus ik had even wat anders aangetrokken. Nou, alles is weer lekker klaar. Ik heb ook voor, zeg maar in het douche heb ik van die bakjes staan. Er zitten dan ook spullen in voor mijn haar, sprays en zo. En ook met doucheschuims heb ik een bak. Dat heb ik ook helemaal afgenomen. Ja, dat zijn van die dingen die doe je dan niet zo vaak. En dan stoft het ook, pakt het ook wel echt aan met stof. Maar goed, het is allemaal weer klaar. En we hebben lekker weer een schone bak. Ik heb het nu ook in de gang verschoond. Omdat ik dan hier niet al die plekken heb. En ik ging daar toch dweilen. De was die zit in de wasmand. Die is nog niet in de kast, maar dat komt nog wel. Ik ben nou ook wel aardig zat. Maar wat mij wel opvalt is dat als er een persconferentie is, ik echt de hele middag meldingen krijg van nu. Nu was er ook weer eentje over het vaccin van Janssen. Nu kreeg ik vanmiddag een melding dat de cijfers weer niet goed eruit zien. En ik weet het allemaal niet. Maar goed, we gaan het vanavond wel zien wat het wordt. Ja, je kunt er verder niet zo heel veel mee. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Straks douchen, eten, naar die persconferentie kijken. Vanavond weet ik het nog niet. Ik denk niet dat ik verslaafd ga kijken, want volgens mij is dat nog een herhaling. Daar heb ik geen zin in. Dus ik denk dat ik gestalkt ga kijken na dan Bo en Flora Dorp. Er is ook nog een Nederlandse film, maar ik heb nog niet gekeken welke dat is. Maar ik weet ook dat de meeste gewoon op Videoland staan. Dan wil ik even uitstel van executie afkijken. En dan wil ik sowieso eventjes de vlog afmaken en de foto's bewerken. Ga ik daarna weer de bridge kijken. En dat was zo apart. Dus dat is nu in seizoen 4 zit een tweeling. En ik wil dan gelijk weten of dat die jongens echt een tweeling zijn. Of dat ze met een dubbele camera werken. Maar ik ben er nog niet achter of dat ze dus... Of dat het echt twee tweelingbroers zijn. Of dat het gewoon echt met dubbele camera's is gedraaid. Ik vind het altijd wel heel knap als ze dat kunnen. En daarna ga ik verder met Mokro Mafia. Dus dat wordt het ook een beetje. Ik ga jullie in ieder geval dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb echt geen energie meer. Ik heb weer pijn overal. En het put me altijd zo uit het schoonmaken. Maar ik ben altijd wel weer blij als het klaar is. Ik wil je voor nu in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal en op de hoogte willen blijven van mijn video's, zou je je gratis kunnen abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button met daarnaast een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Duimpje omhoog is ook altijd leuk. En ja, dan hoop ik je in ieder geval gewoon bij de volgende video weer te zien. Doeg!